Hoe weet Facebook in een fractie van een seconde dat ik nieuwe sneakers nodig heb? Dit is de Universiteit van Nederland. Hey, hallo, welkom, goedenavond allemaal. Ik ga u vandaag proberen iets te vertellen, en eigenlijk is het stiekem maar een heel klein beetje, over hoe online bedrijven keuzes maken online. Oftewel, hoe bijvoorbeeld Facebook ervoor kiest bepaalde advertenties aan u voor te schotelen. En achter mij staat een kleine rookworst en nu staat daar een kleine advertentie op Facebook. En dit is een advertentie die daadwerkelijk kennelijk ooit aan iemand is getoond. Een getrouwde jonge man kreeg advertenties voor 30-jarige single vrouwen. Dit is misschien niet de beste keuze die Facebook had kunnen maken. Maar uiteindelijk is het wel wat zij de hele tijd proberen te doen. Ze hebben allerlei advertenties die ze zouden kunnen laten zien daar aan de zijkant. En wat ze proberen te doen is iedere keer die advertentie te kiezen waarop jij gaat klikken. Of waarop de kans dat jij gaat klikken zo groot mogelijk is. Nou hebben we het al een beetje over kansen gehad. Maar een manier natuurlijk om die kans in te schatten is door te gaan kijken wat voor data komt er nou bij Facebook binnen. En wat Facebook eigenlijk doet is dat ze in hun database, ze houden ergens bij hoeveel mensen er aankomen. En iedere keer als iemand een pagina bekijkt, dan wordt er een rij gezet in die database. En dat staat een beetje hier achter mij op dit moment. Dus op ieder tijdspunt dan bezoekt iemand een pagina. En daarachter staat naast de tijd ook of die persoon al of niet op de advertentie heeft geklikt. Dus waar u naar kijkt, zijn op dit moment 6 mensen die een advertentie hebben bekeken en er is 2 keer op deze advertentie geklikt. Nu weet u allemaal dat als u zou willen inschatten wat is de kans dat iemand op deze advertentie klikt, dat is de som van al deze rijen, dus het zijn 6 van dit soort rijen. Of laat ik beginnen met dat is de som van het aantal eentjes, het aantal keren dat geklikt is, er is 2 keer geklikt, gedeeld door de som van het aantal rijen. 2 gedeeld door 6, uiteindelijk 1/3 is de kans dat mensen op deze advertentie klikken. En natuurlijk, als ik ook voor een andere advertentie dit soort data heb, dan kan ik heel makkelijk kijken welke van die 2 advertenties heeft de hoogste kans. En dat is degene die ik selecteer. Alleen, een probleempje waar Facebook tegenaan loopt is het volgende simpele probleem. Namelijk dat zij niet 6 van dit soort rijen hebben, maar dat zij miljarden van dit soort rijen hebben. En wij kunnen allemaal dat kansje schatten door die 2 gedeeld door 6. Dat is makkelijk, we lopen ze 1 voor 1 door. We kijken de eerste, een 1, 0, 0, 1, mijn tweede 1. Ik loop dat rijtje door en zo kan ik die kans inschatten. Alleen, dat is niet hoe Facebook dit kan doen. Waarom is dit niet hoe Facebook dit kan doen? Daarvoor wil ik heel even kort iets op de iPad laten zien. Waarom is dit niet hoe Facebook dit kan doen? Dat heeft een heel simpele reden. En die reden is namelijk de volgende, dat iedere keer als ik die rijen ga tellen, iedere keer als ik begin 1, 2, 3, 4, 5 naar beneden, dan kost dat een beetje tijd. En hoewel computers hier heel snel in zijn, kost het steeds meer tijd naarmate ik meer van dat soort rijen heb. Dus ik kan zeggen het aantal rijen en ik heb steeds meer mensen die hebben gekeken en ik kan zeggen wat is de tijd. En het probleem is dat hoe meer van dit soort rijen ik heb, hoe langer die tijd wordt om dit uiteindelijk uit te rekenen. En het is op dit moment niet zo, ik weet niet of u Facebook of Google of dat soort dingen gebruikt, vast wel, dat u een half uur moet wachten voordat de advertentie getoond wordt. Dus kennelijk doen zij dat op een andere manier. En dat is wat ik u ga proberen uit te leggen, hoe die manier in elkaar zit. En eigenlijk dat dat een van de grote drijvers is van de zeer snelle beslissingen die bedrijven zoals Facebook en Google kunnen maken op internet. En ik ga dat doen aan de hand van dit mooie scorebord wat hier staat. Want stel dat ik niet het aantal kliks of het aantal keer dat mensen advertenties hebben gezien wil tellen. Maar wat ik wil tellen is het aantal doelpunten in een wedstrijd Ajax-Feyenoord. En we zitten hier op dit moment in Amsterdam, dus ik zal ervoor zorgen dat in dit fictieve voorbeeld Ajax uiteindelijk gaat winnen. Maar we kijken naar de wedstrijd en na 10 minuten scoort op fantastische wijze Ajax.
25 minuten in de wedstrijd scoort Ajax wederom. En dan, pauze, de rust. Net na de rust, wederom een doelpunt van Ajax. Nu kan ik u vragen, hoe vaak heeft Ajax gescoord? En wat u nu moet doen, is terugdenken in dit verhaal. Wacht, na 10 minuten scoorde Ajax, dat was 1. Na 25 minuten scoorde Ajax, dat was 2. En net na de rust scoorde ze weer, dat was 3. Dat is vervelend om de hele tijd terug te moeten denken. En al die keren weer af te wegen. Daar heeft men in de sport wat op gevonden. Dat is heel makkelijk. De eerste keer dat Ajax scoort, dan doet men dit. En dan staat hij op 1. En als uw vraag is, hoe vaak is er gescoord? 1. Klaar. De tweede keer dat Ajax scoort, dan doet men dit. En wederom, als u het wil weten, hoeft u niet terug te denken. Wanneer was het? 10e minuut, 25 minuut? 2. Er staat een 2. En daarna, hop, staat er een 3. Oftewel, ik kan op 2 manieren omgaan met het tellen van die rijen. Eén ding wat ik kan doen, is als ik wil weten wat de kans is dat iemand klikt op een advertentie, dan ga ik kijken hoe vaak is die bekeken, al die rijen door. Kijken hoe vaak op geklikt, al die rijen door. En dan reken ik die kans uit. Maar wat ik ook kan doen, is dit soort tellertjes bijhouden. Ik kan iedere keer dat er wat gebeurt, een tellertje ophogen. Iedere keer dat er iemand kijkt, er kijkt weer iemand naar een advertentie. Het is de vierde persoon en ja hoor, hij klikt. Dan is het 2 keer klikken, 4 keer gekeken, kans 1/2. Ik kan er meteen naar kijken. En wat dit voor voordeel heeft, is heel makkelijk. Dit heeft namelijk het voordeel dat ongeacht hoeveel van die datapunten ik heb, de tijd die het kost voor mij om op te zoeken wat de kans is, die is precies hetzelfde als daarvoor. En ik zou het heel mooi vinden als ik dit aan u zou kunnen laten zien. Dus ik ga dit eerst zo doen en daarna hoop ik dat het uiteindelijk achter mij op het scherm ook gaat gebeuren. Maar de tijd in het ene geval die het kost om te tellen, gaat de hele tijd omhoog naarmate ik meer van dit soort rijen heb. En op het moment dat ik zo'n tellertje bijhaal, dan is die tijd constant. Oftewel, nu kan ik ineens, als ik miljoenen, miljarden van dit soort rijen heb, kan ik toch heel snel uitrekenen wat de kans is en op basis van die kans een beslissing maken voor welke advertentie ik ga laten zien. En wat ik u wil laten zien, is dat dit niet alleen maar werkt voor simpele tellertjes. Dus dit idee, dat ik iedere keer zo'n ding kan omdraaien, tellen, dat is denk ik goed te volgen. Dat je dat tellen op die 2 manieren kan doen. Ofwel je kijkt er alles nog een keer na, ofwel je hoogt iedere keer een tellertje op. Maar een ander ding wat wellicht interessant is om te weten, is niet zozeer hoe vaak zijn die dingen gebeurd, maar zou bijvoorbeeld zijn, wat is het gemiddelde van al die nullen en eentjes die ik heb gehad? Overigens was dat precies wat we aan het uitrekenen waren hier. Wat is een gemiddelde? Een gemiddelde kent u allemaal. Stel je hebt een rij van getallen. Dan kunnen we daarvan een gemiddelde uitrekenen. En dat doen we op de volgende manier. En ik ga dit even proberen enigszins wiskundig op te schrijven. Met wat notatie. Het gemiddelde, dat noem ik x met een streepje eroverheen. Dat is gelijk aan de som van i is 1 tot en met t ga ik het even noemen. Dus stel ik heb t getallen. Ik heb 10 getallen. Ieder van die getallen die noem ik xi. Dus stel ik heb de getallen 1, 2, 3, 4. Dan is het getal 1, dat is x1. Het getal 2 is x2. 3 is x3. Ik tel al die getallen bij elkaar op. En dat deel ik door t. Dat is hoe men een gemiddelde uitrekent. Dat is een beetje jammer, want dit ding moet ik al die dingen weer bij elkaar optellen. Al die getallen bij elkaar optellen. Dus dat heeft het nare eigenschap dat als ik meer van dit soort getallen heb, ik steeds langer bezig ben met het optellen. Oftewel dat het u uiteindelijk 1/2 uur kost voordat u advertenties ziet. En dan denkt u misschien, dat kan me gestolen worden, die advertenties. Het zou prima zijn als 1/2 uur duren. Maar ditzelfde geldt ook voor uw zoekresultaten in Google. En daarvoor is het toch een stuk vervelender als u 1/2 uur moet wachten. Maar gelukkig kunnen we deze formule enigszins uit elkaar halen. En dat ga ik proberen aan u te laten zien. Want die som die hierboven staat, die kan ik ook op een andere manier schrijven. Dat is dus de som van het eerste getal plus het tweede getal plus het derde getal. Laat ik dat eens uitschrijven. x1 plus x2 plus x3 plus x4 tot en met xt. Dat is die bovenste term. En dat deel ik door
T, het aantal observaties wat ik heb. Nu heb ik niks anders gedaan dan alleen maar expliciet uitgeschreven wat die som is. Alleen het mooie daarvan is dat ik daarmee iets anders kan doen. En dat is het volgende. Ik kan zeggen, hey, dit eerste stuk, dat zijn alle getallen die ik had tot en met T. En die laatste, dat is het getal wat er als laatste bij is gekomen. Oftewel, ik kan zeggen, eigenlijk is waar ik naar zit te kijken is x1 plus x2 tot en met xt min 1, mijn 1 na laatste getal, gedeeld door t, plus xt gedeeld door t. Nu heb ik alleen die som uitgesplitst. Dus één volgend stapje wat je kan doen. Ik hoop dat u ook weet dat a plus b gedeeld door c, dat gelijk is aan a gedeeld door c plus b gedeeld door c. Dus dat ik inderdaad deze twee dingen apart kan schrijven. Nou, volgende stapje en probeert u alsjeblieft een beetje mee te denken, want ik begrijp dat dit niet meteen het allerenerverendste stukje is. Ik heb net al geprobeerd allemaal grapjes te maken, zodat hij hier klaar voor was. Wat er nu gebeurt, is het volgende, dat ik kan kijken, oké, hoe ziet dit ding er nou uit? Dat eerste stuk, x1 tot en met xt min 1 gedeeld door t, dat lijkt eigenlijk best wel op het gemiddelde. Als ik namelijk dit door t min 1 zou delen, dan was het gemiddelde tot en met tijdstip t min 1. Oftewel, dit ding lijkt heel erg op het gemiddelde tot en met t min 1. Alleen daarvoor moet ik die min 1 doen. Dat is misschien een beetje vervelend. Hoe kunnen we dat doen? Nou, het mooie is dat wat we kunnen doen, is het volgende. Ik kan zeggen, het gemiddelde op tijdstip t, die is gelijk aan het gemiddelde op tijdstip... Ik ga hem even zo doen. Het gemiddelde op tijdstip t min 1 plus xt, het datapunt wat binnenkomt. En dan moet ik nog iets doen met het feit dat ik hier die t min 1, dat ik daardoor aan het delen was, dat het niet helemaal klopte wat ik deed. Dus ik heb het gemiddelde van t min 1, daar moet ik voor corrigeren. Ik trek die er nog een keer hiervan af. 1, deel het door t. En nu heb ik dit ding omgeschreven. En ook al volgt u misschien niet alle stapjes, want ik schrijf zeer slordig, dat besef ik mij terdege, is wat ik nu heb gedaan, is het gemiddelde op een bepaald tijdspunt, dus iedere keer als er een nieuw datapunt binnenkomt, omgeschreven in een functie van het oude gemiddelde, wat ik tot dat moment had, plus een bepaalde update. Oftewel, ik hoef helemaal niet meer die hele som door. Ik wist wat het gemiddelde was tot en met t min 1, en nu komt er een nieuw getal bij. En nu weet ik meteen, eigenlijk net zo simpel als dit, wat het nieuwe gemiddelde is. Dus ik kan ook gemiddeldes uitrekenen, net zoals tellingen, zonder steeds langzamer te worden naarmate ik meer data heb. En het mooie is, dit werkt niet alleen voor gemiddeldes. Ditzelfde idee, en dit heet streaming analyse van data of online analyse van data, rij voor rij, iedere keer updaten wat ik weet. En daarna hoef ik nooit meer terug te kijken naar scoorden ze nou in de 10e minuut of in de 25e minuut. Ik weet gewoon op dit moment, dit is de score. Iedere keer update ik hem. Dat kan ook voor veel complexere dingen. Een veel complexer ding wat we bijvoorbeeld wel eens tegenkomen, wat je online tegen zou kunnen komen bij Funda, is het volgende idee. Dat als ik weet hoe groot een huis is in het aantal vierkante meters, en ik wil voorspellen hoe duur een huis is, dan kan ik kijken, oké, hoeveel huizen zijn er? Sommige huizen, naarmate het huis steeds groter wordt, worden ze waarschijnlijk steeds duurder. Dus als ik al mijn huizen zou plotten, dan ziet dat er een beetje zo uit. Wat men nu veel gebruikt is zeggen, oké, wat we kunnen doen is het volgende. Ik ga hier een soort trend in ontdekken. En ik ga zeggen, eigenlijk liggen al die dingen op zo'n soort lijn. Waarom is dat handig? Omdat als ik nu een nieuw huis wil verkopen en ik weet het aantal vierkante meters, dan kan ik zeggen wat de prijs ongeveer moet zijn. Het trekken van die lijn is ergens heel lastig, want wat je wilt doen is die lijn zo dicht mogelijk bij al die puntjes trekken. Dus als je al die puntjes hebt, dan wil je een lijn hebben die daar een soort van mooi tussenin valt. Dat kun je heel mooi wiskundig definiëren, dat ga ik hier niet doen, maar die daar mooi tussenin valt. Alleen wellicht, niet helemaal intuïtief, kan dit ook als je niet al die puntjes hebt. Dit kan namelijk ook op een volgende manier, waarbij je begint met bijvoorbeeld 2 puntjes, daar trek je een lijn doorheen. Als er een derde puntje bij komt, dan verander je die lijn een klein beetje. Komt er een vierde puntje bij,
dan verander je die lijn weer een klein beetje. En ieder tijdspunt, tijd is 2, is 3, is 4, doe je niks anders dan die lijn updaten. Dus je hoeft helemaal niet meer de hele tijd al die afstanden te bekijken. Je hoeft helemaal niet meer terug naar al die voorgaande huizen die je al wist. Je kunt iedere keer gewoon, net zo simpel als hier, die lijn een nieuwe positie geven. Dit kan, dit heet streaming analyse en het is echt een basiselement van het internet. Het is een van de basisdingen waarom wij zo gigantisch snel onze zoekresultaten zien. Waarop Twitter heel snel kan weten wat er uiteindelijk trending is. Want dit is precies wat ze de hele tijd doen. Dit soort nummertjes omgooien, hoe vaak wordt iets getoond. Dit is waarom Facebook binnen een tiende van een seconde de advertentie kan selecteren. Waarop de kans dat u klikt uiteindelijk het allerhoogst is. Ik hoop u hiermee een heel klein beetje inzicht te hebben gegeven van hoe de berekeningen waar ik het vandaag over heb gehad snel kunnen worden uitgevoerd en zeker nog op een schaal kunnen worden uitgevoerd. Niet van 6 of 3 van dit soort dingen, maar van miljoenen, zo niet miljarden van dit soort dingen. En daarmee wilde ik het graag afsluiten. Ik dank u wel.